jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben jullie weer een unboxing video. En in de unboxing video van vandaag ga ik de Elgato unboxen. En sommige mensen zullen misschien wel weten wat dit is, maar in ieder geval, ik zal het even uitleggen. Met de Elgato kun je eigenlijk dus gewoon gameplays recorden. Dit is eigenlijk het apparaatje wat de meeste mensen gebruiken om hun gameplays te recorden van een PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 of Xbox One. En eerst gebruikte ik had een ander dingetje, dat was de HDPVR, HDPVR, die laat ik zo meteen nog zien. In ieder geval, die werkt niet op de PlayStation 4. Dus toen moest ik over switchen naar dit ding. En toen had ik eentje van de maat van mij kunnen lenen tijdelijk. En dat werd toch wel gewoon tijd natuurlijk om mezelf eentje te kopen. Dus hier heb ik er eentje. Deze heb ik van GameGear.be. En als je hem daar wil bestellen, ik heb in ieder geval een link in de beschrijving geplaatst. Dan kun je in ieder geval daarop klikken. En dan kun je daar altijd kijken. Verder rest heb ik ook een kortingscode D555. Als je die invoert, dan krijg je ook nog eens 5% korting daarop. Dus, en voor trouwens, voor de mensen die het willen weten, zo'n ding kost 180 euro. Dus het is best veel geld, maar het is wel echt, het is het waard. Als jij van plan bent om serieus YouTube te gaan doen, dan zul je wel zoiets nodig hebben. En je kunt natuurlijk ook, laten we kijken, bijvoorbeeld dit ding. Dit ding had ik eerst, is de HDPVR. Zo'n ding kun je natuurlijk ook gewoon in tweedehands zo kopen. Want ik heb hem zelf trouwens ook te koop, dus mocht je geïnteresseerd zijn, zo'n ding kun je kopen. Hiermee kun je ook in HD recorden. Dus het enige verschil is, dit ding heeft geen HDMI-aansluiting. En dat gaat alleen maar via component. En de PlayStation 4 heeft alleen maar HDMI, dus dit ding werkt gewoon niet met een PlayStation 4. Daarom moest ik dus overswitchen naar dit ding. Maar ik verkoop dit ding voor 80 euro, dus mocht je geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, laat achter in de comments. In ieder geval, dit ding kost dus 180. Dus het verschil is natuurlijk wel dusdanig, maar ja, als je voor de PlayStation 4 wil recorden, heb je gewoon zo'n ding nodig. In ieder geval, ik zal deze zo meteen even vergelijken met de Elgato gewoon qua grootte, want je ziet nou al, dit ding is natuurlijk al groter dan heel de doos. Maar dat ding zelf is echt zo groot ongeveer. Dus ik zal even unboxen en dan, weet je wat, trouwens nog een heel belangrijk ding voordat ik begin. En dat is, als jij met dit ding wil recorden op de PlayStation 4, dan heb je een kastje nodig. En dat kastje is zo'n ding en dit is een HDMI splitter. En de HDMI splitter heb je 100% nodig als je wil recorden op de PlayStation 4. En er zit een bepaalde beveiliging op de PlayStation 4, waardoor je dus alleen maar met zo'n ding dat eraf kan halen. En zo'n ding kost $30. Deze heb ik besteld via Amazon volgens mij, of eBay, ik weet niet eens meer, volgens mij eBay. En het is nodig, het is wel weer extra natuurlijk, maar anders heb je dus helemaal niks aan dit ding als jij hem voor de PlayStation 4 wil gebruiken. In ieder geval, ik ga beginnen met unboxen en ik weet mijn god niet hoe ik dit ding open ga maken. Ik ga denk gewoon hier bij die hoekjes pulken, totdat die plastic eraf gaat, want het zit helemaal ingesield. Nou, dat werkt nog best goed ook. Nou, het ding zelf is enorm klein, dus op zich wel echt enorm chill. Want die PVR zelf, die ik net liet zien, die is gewoon heel groot. Alleen ik vind het zelf niet echt een slecht iets. Ik vind het zelf wel vet als er zo'n PVR langs je console staat, zo weet je wel. Maar het is wel handiger om gewoon zo'n klein ding te hebben. En trouwens, de doos, maar die had je al gezien, hè. Ik zal nog eventjes laten zien. Er staat niet heel veel op, gewoon wat je verwacht dat erop staat. En ja, achter een hoop gezeik. Zet hem op pauze, kun je gaan lezen als je er zin in hebt. Maar ik kan je vertellen, er staat helemaal niks interessants in. In ieder geval, dit is de doos. Ziet er allemaal best netjes uit. Ziet er allemaal heel chic uit, zeg maar. Gewoon, hier, je maakt hem zo open. Ta-ta. Perfect. Hé, hij gaat weer dicht. In ieder geval, dit is hoe het eruit ziet. Ja, ik wist het zelf dus ook niet, want ik had het ding van de maat van mij geleend. Niet met doos en alles, maar gewoon alleen de ding. Maar kijk maar, dit is het apparaatje. Nou, je kunt zelf wel zien dat dit ding een stukje kleiner is dan die ik net liet zien. En ja, ik ga eventjes die zooi eraf halen. Ik had zo'n hekel aan. Sommige mensen laten altijd van die beveiliging dingetjes erop zitten. Of in ieder geval van die folies, weet je wel. Bijvoorbeeld op een telefoon. Zo'n beschermingsfolie of zo, weet je wel. Ik heb zoiets van, fuck it. We gaan hem gelijk eraf gooien, dus weg met die zooi. In ieder geval, dit is het ding. Het ziet er echt fucking nice uit. Het is gewoon echt een heel mooi ding. En het is heel makkelijk als je mee wil nemen. Aansluitingen, HDMI in. En een AV in. En verder is HDMI out. En dit is voor stroom. En ja. Je hebt dus geen aparte adapter nodig, zeg maar, voor een stopcontact. Je hebt gewoon iets nodig wat die HDMI, of HDMI, wat zeg ik nou, die USB stroom levert. Dus dat is op zich wel handig. Je hebt geen extra stopcontact nodig. Dus dit is het apparaatje zelf. Nou, we hebben verder het allemaal voor zo. Ik weet niet of het allemaal open kan. Nou, dat kan allemaal open. Helemaal leuk. Nou ja, hier staat dus een soort van gebruiksaanwijzing. Ik zal aan de kant doen. Een gebruiksaanwijzing waar dus in staat hoe je het een beetje moet gebruiken. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik zal een korte samenvatting doen. Je hebt het kastje. Die gaat aan de ene kant in je PlayStation, aan de andere kant gaat eruit. En je gaat via USB gaat naar je computer. En that's it. Dat is eigenlijk alles. En als jij hem dus met... Even pakken.
dit ding gebruikt, is het iets ingewikkelder. Dat kan ik nou moeilijk uitleggen, want dat is gewoon, dat moet je zien. Dat kun je zo niet uitleggen. Maar normaal gezien is het gewoon in, uit en zo simpel is het. Maar met zo'n splitter werkt het iets anders. Maar daar kan ik misschien altijd nog ooit een video over doen. We gaan even kijken wat er verder rest nog allemaal in dit ding zit. Ik ben benieuwd wat voor kabels, of er ook een HDMI-kabel in zit. Niet dat ik ze echt nodig heb, maar op zich is het wel altijd netjes daarbij geleverd zit. Volgens mij niet. Wat de fuck is dat voor kabel? Even kijken, ik weet het allemaal niet. Haal het er even allemaal uit. En dan kan die doos aan de kant, dat is net makkelijker. Hoppakee, weg met die doos. Dit was voor dat geluid, ik zal het uithalen. Ik weet niet waarom mensen dat zouden gebruiken. Maar dit is dus onder andere voor het geluid. En nou is ik te denken. Oh wacht, dit is... Dit is, als jij via de PlayStation 3 wil recorden volgens mij, dan heb je dit ding nodig. Ik weet niet 100% zeker. Maar met de PlayStation 3 kun je dus ook gewoon kiezen voor die HDMI. Maar die PlayStation 3 heeft ook een beveiliging. Waardoor je dus, of je hebt dit kastje weer nodig. Of je gaat via de component. En volgens mij kun je dat dan via dit ding. Dit is de component. Dus dan zou je dit ding daarin doen. En volgens mij heb ik hem ondersteboven. Oh nee, hij zit wel goed. In ieder geval, rij naar component. Ik weet niet of ik hier een kabel heb liggen, maakt het ook niet uit. Maar deze zullen de meeste mensen niet gebruiken, want het gaat er echt om dat je met dit ding gewoon een 1080p kan recorden. En meestal is dat het makkelijkste om dat dus gewoon met die HDMI te doen. Nou, dat is één kabeltje. Volgens toch de HDMI kabel ik het over had. En het is meer gewoon, het hoort erbij. Dat vind ik dan. Ik heb het niet nodig, ik heb meer dan genoeg HDMI kabels, maar ik vind dat het er wel gewoon bij hoort. En ik zal ook gewoon echt wel deze gebruiken, omdat deze toch meegeleverd is. Dus HDMI kabel, ja, wat kan je er verder over zeggen? Hij is niet lang, maar dat is op zich gunstig, want het hoeft helemaal niet lang te zijn. Ik had eigenlijk toevallig nog een korte HDMI kabel nodig. Nou ja, perfect. Dus dat is helemaal mooi. Nou, dit is. Even kijken. Ik heb zo geen zin om die dingen altijd netjes open te maken. Ik scheur ze altijd helemaal kapot. Nou, wat is dit voor ding? Is ook weer zijn aansluiting waarschijnlijk precies weer. Hey, is dit niet dan gewoon een directe? Wacht eventjes. Momentje, ik ben zo terug. Be right back. Nou, verder zit er nog een kabel bijgeleverd en dat is deze kabel. En deze kabel kwam een beetje bekend voor, want deze aansluiting herkende ik. En deze kun je gewoon direct in je PlayStation 3 stoppen. Dus je zou gewoon aan deze kant dit ding daarin doen. En dan kan deze gewoon direct in je PlayStation 3. Dat heb ik net gezien. En ik herkende deze van een andere kabel. En dat was eigenlijk van het kabeltje wat we net hadden. Want we hadden net dit kabeltje. En toevallig heb ik zelf hier nog een componentkabel liggen. In ieder geval als je een component... kabel aan deze kant aansluit, en dan zal ik even laten zien, momentje. Kijk maar, dit is een componentkabel, en dit is de kabeltje van net, en dan is het gewoon vrij basic, je hebt gewoon die dingetjes. Even kijken, rood is van, twee verschillende rood. Dit is rood van beeld, en dit is rood van audio, en zo, en zo. Nou, zo kun je hem dus aansluiten met de componentkabel, en uiteindelijk heb je exact dezelfde aansluiting, zie je? Dus je kunt hem in principe op drie verschillende manieren aansluiten. Je zou dit kabels kunnen gebruiken. Je zou dit kabels kunnen gebruiken. Alleen moet je wel weten, deze componentkabel is niet meegeleverd. Deze is van mijn PVR toevallig. Maar je zou dit kabels kunnen gebruiken. En uiteindelijk kun je dus ook nog gewoon de HDMI kabel gebruiken. Dus je kunt hem op drie manieren aansluiten. En als laatste zit er nog één kabel bij. En dat is gewoon voor stroom, zeg maar. Dus ik kan het pakken. Nou, dit ding moet hem dus gewoon voorzien van stroom. En dat is vrij basic. Als je dit ding pakt, dan heb je die aansluiting. En dan is het gewoon... handig allemaal. Nou, gaat een best troef ook. Nou, één voordeel. Hij gaat tenminste niet los. Maar hij zit best wel stroef, maar hij zit nou vast. In ieder geval, dit is dus gewoon USB. En dan mini-USB. Dan gewoon USB. En dan kan hij van deze kant in je computer. En dan voorzien je hem op die manier van stroom. En dit is eigenlijk... het apparaatje dus, en jezus, ik kan niet uit. Ik zal even alles bij elkaar leggen. Apparaatje zelf. Dit is dus HDMI kabel. Dit is USB kabel. Dit is, weet ik veel kabel. Ik weet mijn god niet hoe dit ding heet. Misschien dat je het weten. Want ik zou zeggen componentkabel, omdat je deze aansluiting heeft. Maar componentkabel is dat andere ding wat ik jullie net liet zien. Dus ik weet mijn god niet hoe dit ding heet. Maar fuck it. En als laatste hebben we dus dat kleine kabeltje. Waar je dus die componentkabel wel aansluit, wat ik net liet zien. En dat is dit ding. En ja, dat zijn dus de manieren.
Ik zal voor de grap die PVR er eens langs houden. Dan kun je dus vergelijken hoe klein dit ding is vergeleken met de PVR. Nou, ik denk dat het vrij basic is. Ik even al die dingen wegpak. Wegpak, wegdoen. In ieder geval hier. Iedereen kan zien welke groter is. Hey, ik kan er zelfs opleggen. Nou, doe een gok welke kleiner is. Dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk. Dus de Elgato is vrij klein vergeleken met de HD PVR. Het is een super ding eigenlijk. Ik vind het een perfect ding. Ik zal die HD PVR weghalen, anders denk ik dat het ding mee inbegrepen is. In ieder geval, dit ding dus is eigenlijk het beste ding als jij wil recorden qua gameplays. Dus ik heb een linkje in de beschrijving gezet. Als jullie geïnteresseerd zijn in dit ding, dan kun je daar kijken. Verder rest is die 5% kortingscode D555. En ja, dat is altijd meegenomen mocht je toevallig op zoek zijn naar zo'n ding. Maar heel veel mensen bijvoorbeeld die YouTube beginnen, die zitten eerst te filmen met een telefoon of zo. Nou, ik zou zeggen, dat heeft eigenlijk geen zin. Je hoeft natuurlijk niet gelijk zo'n ding te kopen. Je kunt dus ook gewoon beginnen met die PVR die ik je net heb zien. Dat is helemaal geen probleem, maar je zult wel echt een capture card moeten hebben. En dit zijn de twee meest gebruikte. Je hebt ook nog een ander dingetje, maar ik weet zo god niet hoe dat ding heet. Volgens mij een Avermedia, die heb je nog. Maar ik zou persoonlijk kiezen voor dit ding en dat is de Elgato. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat het een beetje te zien was, want volgens mij is het niet heel erg scherp. Want ik moet constant mijn telefoon overnieuw scherp stellen, want ja, ik film dit met mijn telefoon. Lekker professioneel, maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.